Jullie stuurden massaal die video naar mij van voeten in heet water, wat je zo heet mogelijk moet maken. Dat heb ik geprobeerd. Het werkte niet. Ik ben bereid om het nog een keer te proberen, want ik wist niet zeker of ik hoofdpijn had of migraine toen. Dus misschien werkt het alleen met migraine. Eigenlijk 1 ster, maar hij krijgt een extra halfje omdat alle mensen zonder hoofdpijn er zo enthousiast over zijn dat ik er bijna zelf in ging geloven. Andere dingen die ik vaak doe is deze kruik met warm water vullen en hier leggen. Mijn migraine gaat niet weg, maar soms verlicht het op een gegeven moment de pijn. Als ik wakker word met migraine, dan ga ik in bad om 3 uur 's nachts of zo, want dat is dan heel zwaar. En dat helpt wel eens, dus misschien is dat ook wel met dat hete water. Ik begon natuurlijk met paracetamol, ibuprofen, dat hielp eigenlijk niet. Toen ontdekte ik Excedrin. Nu gaat deze video geband worden, denk ik. Het werkt zo nu en dan en pas na de tweede keer dat ik het neem. Dus ik neem het dan zodra ik het krijg en dan. Na 4 uur of zo neem ik er nog 2. Dus ik neem er 2 als ik het krijg. Dan neem ik er na 4 of 5 uur nog 2. En soms werkt het dan. Omdat ik tijdens de migraine vaak ook heel veel pijn heb aan 1 of 2 kanten. En ga ik vaak op dit massagekussen heel lang liggen. Ah, oh, de slaap. Oh. Mijn huisarts raadde me aan om gembertabletten te proberen. Dat heeft voor mij tot nu toe niet gewerkt. Mocht iemand daar wel goede ervaringen mee hebben, dan hoor ik ook graag hoe die persoon het gebruikt. Want ik elke avond magnesium. Ik ben naar een natuurarts geweest. Die heeft ook niks kunnen betekenen, hoewel hij wel zelf heel overtuigd was. Hij is nu verdwenen. En ik ben heel vaak naar de acupuncturist geweest voor verschillende dingen. Ook voor mijn been en zo. En hoewel ik het heel erg prettig vind, heb ik niet het gevoel dat mijn migraine daardoor minder is geworden. Ik heb ook van triptane al, dat kreeg ik van iemand aangeraden, de triptaan die je in je neus moet doen. Ik geloof simutriptaan. De eerste keer had ik het genomen. En 10 minuten daarna dacht ik, hè? Het is weg? En toen was ik de tweede keer, ah, oh, niks kan me gebeuren. Ik neem het, hielp niet. Dus ja, misschien heb ik zou het nog wel een kans willen geven, maar ik was wel teleurgesteld. Mijn doel is echt, en ik weet dat het een beetje de lulu is, maar is dat ik het niet eens meer krijg. Dat het niet eens meer opkomt. Want zeg maar, nu heb ik allemaal van die technieken die ervoor moeten zorgen dat het weggaat en minder erg wordt. Maar ik wil dat het weg is en nooit meer terugkomt. En ik weet het, maar we gaan het gewoon proberen. Ik hoor jullie schreeuwen van ik ben al 8 jaar en.